Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. De gemeente moet meer investeren in laadpalen voor elektrische auto's. Nou, hier zijn wij in het kieskompas heel duidelijk over dat wij vinden dat het elektrisch vervoer gestimuleerd moet worden. Dat we vinden dat Sittard-Geleen energie-neutraal moet worden. En wij vinden wel dat private partijen in eerste instantie, want dat is nu ook al gebeurd, en Münster-Geleen is een nieuwe laadpaal gekomen. Dat is niet door de gemeente, maar dat is door energieleveranciers bij elkaar die dat samen gefinancierd hebben. Wij vinden wel als PvdA dat daar in eerste instantie de bal ligt. En wanneer het niet mogelijk is of wanneer er plekken nodig zijn waarin private partijen niet willen investeren, dan moeten we gewoon kijken hoe we als gemeente daar een subsidie voor kunnen verlenen. Van inwoners met een bijstandsuitkering mag een verplichte tegenprestatie worden gevraagd. De PvdA vindt dat best kan. Alleen we zien wel een belangrijke ontwikkeling in de samenleving en daarom hebben we in ons programma gezet. Wij zijn voor een proef, een experiment met een bijstand waar minder regels aan verbonden zijn en waar je ook wat mag bijverdienen. Omdat wij de kloof tussen arm en rijk steeds groter zien worden. De mensen die een vaste baan hebben worden steeds minder, steeds meer flexcontracten. Dus wij zullen echt op een andere manier moeten gaan kijken naar het ontvangen van een bijstandsuitkering. En we zijn absoluut tegen het laten uitvoeren van nutteloze activiteiten. We zijn er wel voor dat mensen geactiveerd worden en heel snel weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Bij de verdeling van cultuursubsidies moet de Limburgse volkscultuur voorrang krijgen. Nou, wij hebben hier in het kieskompas van gezegd dat we het daar niet mee eens zijn. Dat wil dus niet zeggen dat wij de Limburgse volkscultuur geen warme hart toedragen. Maar voor ons is er geen enkele reden om op voorhand al te gaan bepalen voor 4 jaar lang. Die krijgt wel subsidie en die krijgt geen subsidie. Want dat vinden wij niet de juiste manier. Je zult gewoon ieder individueel voorstel en iedere vereniging en iedereen die iets in de cultuursector doet, zul je individueel moeten beoordelen of daar vanuit de gemeente een subsidie voor is. En daarom zeggen we hier niet op voorhand alleen maar Limburgse volkscultuur.